Een gezinsvakantie is anno 2019 al lang niet meer alleen voor het gezin. Steeds vaker reist er een nanny mee. De verlossende engel die het mogelijk maakt om intens te genieten van zon, zee en strand zonder dat je zelf naar de kinderen hoeft om te kijken. We need help. We are planning to spend the next year traveling the world with our family. And we're looking for someone to bring along to help us with the kids and help with homeschooling. Nou, klinkt als een droombaan. Een heel jaar op vakantie en nog betaald krijgen ook als nanny. Duizenden mensen reageren op deze vacature. Nannymakelaar Marleen koppelt zo honderden gezinnen aan een reisoppas. Het heeft vaak te maken met de veiligheid en de rust die een kind kan bieden. Waardoor zo'n kind goed tot z'n recht komt, waardoor de hele familie vaak ook in ieder geval een fijne vakantie ervaart. When we asked you to work for us, you just did it all worked out. Did you watch any videos after that? Yeah. Now you get to live the behind the scenes. Yeah. Ja, want een travel nanny is getuige van al je intieme vakantiemomenten. Al zijn het de ouders die bepalen tot hoever het kindermeisje meereist. We've never had a nanny or an au pair or help at all, really. I'm a little nervous. Bepaalde klanten zeggen juist, ik wil niet dat de oppas helemaal deel uitmaakt van de vakantie. Dus die boeken een aparte accommodatie voor de nanny. Maar we hebben ook klanten die juist zeggen van, het is echt een soort grote zus en ze gaat gewoon mee en het is super gezellig. It's currently 3:23 in the morning. Are we jetlagged? Yes. Are you tired at all? No. Zo'n reismaatje is niet goedkoop, want naast de vlucht en verblijf betaalt het gezin ook de maaltijden en een salaris. Het begint bij 10 euro per uur en dat loopt op het moment dat je natuurlijk op, noem maar wat, op Ibiza zit en moet schakelen tussen verschillende talen, moet kunnen rijden. Dus het is heel erg wisselend. They gave me their card to go out and eat tonight, so it almost makes me not want to order that much though, because like. Doorgaans horen wij terug dat het echt een verademing is, waardoor de ouders heel veel vrijheid hebben eigenlijk om juist van hun kinderen te genieten, maar ook juist even lekker je quality time te hebben wanneer je dat wilt. Ja, ben ik toch meteen even nieuwsgierig of er hier mensen zijn die gelijk wild enthousiast worden van deze mogelijkheid? Never. Niemand. Als je een kind hebt en je neemt een kind, dan neem je hem ook mee op vakantie. Kinderen zijn al erg genoeg en dan nog een nanny erbij ook. Nee, maar het is toch ook een beetje gek. Je neemt kinderen en dan heb je druk als je aan het werken bent. En dan heb je misschien een au pair, maar dan ga je op vakantie. En dan heb je toch juist tijd voor. We moeten meer informatie van jou, Lisbeth, want we zijn nog niet helemaal overtuigd. Ik ga je alles over vertellen. Ja, de vakantienanny. Ja, mijn eerste indruk was ook belachelijk, dacht ik. Wie doet dit nou? En toen moest ik wel even nadenken. Want onze oppas ging vroeger ook mee op vakantie. Maar dat was niet een nanny die we dan voor 2 weken inhuurden. Dat was gewoon onze oppas, die Eva heette zij. Ze was echt onderdeel van het gezin, een beetje de derde dochter van mijn ouders. En ja, die ging ook gewoon mee. En dit is anders dan een au pair of een oppas die we nu gewoon thuis misschien hebben. Dit is echt een vakantienanny. Ja, je kunt deze nannies echt inhuren om 2 weken met je mee te gaan naar, naar Ibiza dus, of naar Spanje. En je hoeft niet de hele dag dan dat voor je werk. Je kunt ook zeggen, nou, alleen met de lunch of alleen met het diner of 's avonds. En dan kun je eventjes met je geliefde een beetje quality time doen. En ik moet zeggen, ja, ik heb geen kinderen, dus ik ben niet de doelgroep in die zin. Maar ik heb wel vriendinnen die nu voor het eerst kinderen hebben en die gaan op vakantie en die komen terug en die zijn helemaal, oh mijn god, dat iemand me kunnen vertellen dat dit zo zou gaan. En ik denk dat die er wel wat voor voelen eigenlijk. En ik ben het met jullie eens dat het natuurlijk, het is misschien allemaal. Maar het is ook wel een beetje het idee van kinderen hebben, toch? Dat het gewoon af en toe zwaar is. Ja. Dat hoort er ook. Ja, zeker. Ja, en vakantie, vrouw, wil je natuurlijk vakantie. Ja, maar als je kinderen hebt, weet je dat dat de eerste paar jaar gewoon best wel heftig is. Ja, maar wat nou als er dus een dienst is die dan dus je daar een klein beetje in kan helpen? Ik bedoel, er zijn heel veel dingen die misschien niet zo leuk zijn, maar waar je dan iemand voor betaalt of iemand voor inhuurt. En dit is ook gewoon iets wat je kunt doen. Je hebt het over betalen, want inderdaad, voor wie is dit weggelegd? Vast niet zomaar. Nou ja, kijk, het is ook in het filmpje, ze praten er een beetje omheen hoeveel het nou precies kost. Maar ongeveer een uurtarief begint rond de 10 euro per uur. Maar dan heb je zeg maar de instap nanny, want je hebt ook nannies die heel veel talen spreken. Of, nou ja, goed, dus dat wisselt er een beetje aan. Maar bedenk wel dat je iemand 24 uur per dag inhuurt. Dus dat tikt snel aan. Dus en een ticket vooral moet je betalen, neem ik aan. Tickets, overnachting, ja, dat ook allemaal. Dus het is niet goedkoop. Maar het zijn niet alleen celebrities of zo die dit doen. Het zijn ook wel gewoon echt tweeverdieners natuurlijk veel. Zakenreis is misschien wel. Zakenreis, dat gebeurt ook inderdaad regelmatig. Dan gaan de kinderen gewoon mee. En dan kan papa en mama die kunnen naar hun meetings en hun afspraken. En dan past de nanny op de kinderen. Ja, het is natuurlijk allemaal een beetje een luxe product. Maar aan de andere kant, ja, god, als je het hebt en je hebt er zin in, ik zou zeggen, geniet ervan. Dan heb je lekker een ontspannen vakantie. Behalve dat dan een hele vakantie gevlogd wordt, zei jij. Ja, want die stuur jou op. Nanny heeft alles op film vastgelegd. Dan worden je kinderen dus gefilmd. Zonder dat je het weet. Ja, maar dat is natuurlijk gewoon wat je afspreekt met elkaar. Ik weet niet precies wie die mensen waren, maar ik kan me voorstellen dat die ouders dat misschien zelf doen en dat ze dan die nanny dat ook goedkeuren. Maar ik neem aan dat je gewoon kan zeggen dat je dat allemaal niet wil hebben. Geen foto's van de kinderen op social media. Dat lijkt me natuurlijk voor de hand liggen. Dankjewel, Lisbeth.